Goedendag, ik ben Jan-Pieter van Moermarine en vandaag kijken we naar het Romstan koorblok. De Romstan koorblokken zijn eigenlijk oerdegelijke blokken. We zien een solide RVS harpsluiting, solide gegoten aluminium wangen en een wartel van RVS ook. Het blok kan wattelen ten opzichte van de harp en die kan ook geblokkeerd worden door dit inbusboutje. Nou, wat is eigenlijk het mooiste van de Romstan koorblokken? En dat is het Dual Stage Bearing System, wat we bij alle Romstan blokken terugzien. Bij dit blok wordt het glijlagen voorzien van een hooggepolijste kern, zoals we hier zien. Nou, waarom is dit blok zo sterk? Door die lagering. Het is eigenlijk een combinatie van een kogellagering en een glijlagering. Als we weinig kracht op het blok zetten, we halen even een lijntje erheen. Met weinig kracht dan draait hij op zich kogellagering en dat gaat ontzettend soepel. Het probleem bij kogellagering is dat als er veel kracht op komt, dat de balletjes een beetje eivormig worden. En als je dan aan de schijf gaat draaien, dan gaat het mis. Nou, wat heeft Romstan hierop gevonden? Die zorgen ervoor dat zodra het balletje ook maar een klein beetje eivormig wordt, dan gaat de schijf op zijn glijlagering draaien. En in dit geval op een hoog polijst glijlager, waardoor je dan ook nog zeer soepel loopt eigenlijk. Dus dit blok is eigenlijk het beste van beide werelden. Nou, we zien bij dit 60 mm blok zien we dan een breekbelasting van 2000 kilo en een veilige werkbelasting van maar liefst 1000 kilo terugkomen.